Wij gaan nu kijken naar de Vereniging van Beeldende Kunstenaars van Lara Blaricum in het Gooi. Wat ik bijvoorbeeld hier zie, daar helemaal bovenaan, Hans Almekinders. Ik heb hem eigenlijk niet ontdekt hier. Dat is een vroegere leraar van mij geweest. Daar heb ik leren aquarelleren. Ja, ja. En nou, verder Humphrey Benet, dat vind ik ook een hele goede tekenaar. Jeetje, ja god, ik ken ze bijna allemaal. Barbara Kluver, hè, waar ik zo gek van ben. Frida Kolen, Ruud Krijnen. Govert Muis, die schildert ook vaak buiten de lijst. Dat vind ik ook wel een hele leuke manier wat hij doet. En ik vind Ruud Krijnen dus, die oude manier van schilderen doet me ook een beetje aan Italië denken en zo. Daar werkt hij ook heel veel. En dat vind ik mooie, hele mooie werken. Dit zie je ook niet veel, dat mensen zo schilderen. En hij heeft ook veel met engelen en ik heb ook een heleboel met engelen. Dus ja, dit is heel mooi. En deze kunstenares vind ik ook wel heel mooi. Dat is Riet Timmerman. Die woonde vroeger vlak bij mij in Laren. Deze vooral vind ik, die drie dingen, dat vind ik heel mooi. Dat ze dat zo heeft gedaan. Kijk, Cornélie. Ja. Wat ik echt een heel mooi, een mooie kunstenares ook vind. En een echte kunstenares. Dat is dit werk. En straks krijgen we er weer een. Maar als ik bij haar in het atelier ben, dan vind ik het zo mooi wat ze maakt. En dan denk ik steeds, hoe komt ze erbij om iets op die manier te maken? Kijk dat handje. En ja, het is... Ik kan daarvan genieten, moet je kijken. Ja, geweldig uit die berkenstam. Ja. Prachtig. Het ontstaat gewoon. Ja, en het is, weet je, dat is niet bedacht. Nee. Ik denk dat dat ontstaat tijdens het moment dat je iets aan het scheppen bent. En dat zijn toch wel de kunstwerken en de kunstenaars die ik het meeste mag. Je mag er niet aankomen. Toch willekeurig. Maar ja, en ook deze twee figuren zo. En die voeten. Daar kan ik dan heel lang naar kijken. En ik denk ook als ik hier dan zo loop in Singer, want ik ben kind aan huis hier, dan sta ik gewoon, denk ik, ook te lachen, omdat ik het zo geestig vind. Ik kan me helemaal voorstellen, ja. Dan, dat is, hoe heet ze nou, Kluiver? Even kijken hoor. Barbara, ja, Barbara Kluiver heet zij. Dat is een bijzondere kunstenares. En dan hebben we hier van de andere beelden. Deze vind ik ook heel bijzonder. Ik kan de naam niet uitspreken. Nadjesta van Ittersum. Er stond toevallig een artikel van in de krant van de week. Ja, ja, dat is. Maar een... moet je kijken, joh. Hoe apart. Van die hele stoere, karaktervolle vrouwen. Ja. Is het een. Welke nationaliteit heeft zij? Ja, ik ben het vergeten. Ik heb het wel gelezen. Kijk, en dan kijk ik altijd naar achteren. Kijk. Oh ja. Zie je? Ja, al die symbolen, visjes. Ja. Prachtig. Ja. Dat vind ik ook echt heel mooi. Nou, kijk, ik vind het natuurlijk heel mooi. Maar ik wil een paar bijzondere dingen laten zien. Dat is dan ook deze. Die herken je dan wel weer van haar. Ik denk dat ze van het oosten komt, dat weet ik niet. Ik heb je nakijken. Moet je toch zien hoe mooi aan de naam. Ja, de naam, ja. Het is heel bijzonder, hè? Het is echt... Hoe ze die boezem in beeld gebracht hebben. Ja, en kijk, met die vogels. Ja. Je blijft er naar kijken. Ja, je ziet steeds meer. Dat zie ik nu pas trouwens, van de week zag ik dat niet eens. Kijk, een geweldige verbeelding, hè? Het is echt... Daar word je toch heel blij van. Ja, zeker. En ook haar gezicht, dat trots, dat... Beetje mysterieus. Ja. Ja, daar kan ik heel erg blij van worden. Ik word gewoon blij van kunst. Ja, dat is
Niet alles, maar het geeft je soms te denken. Als je het niet mooi vindt, dan kun je of te voorbij lopen of denken, laat ik nog eens een keer kijken. Maar wat doe je dan met heftige kunst? Want je wordt er blij van. Heftige kunst? Nou, soms die hele moderne kunst waarvan je niks snapt. Ach, ik zie er nog een van Barbara. Kijk, die voeten daar aan de achterkant, oma. Helemaal uit de vorm. Het is toch enig? Ja, kijk, hier is er nog een van haar. Ze hebben het ook zo mooi opgesteld met die twee portretten van die vrouwen erachter, hè? Moet je nou toch kijken. Eén zo'n joekel van een hand, die als een soort troost of zo. Ja, en hier wordt het weer echt een lijf, hè? Bij de andere beeld kwam het eruit. En hier is het even heel met de... God, ik mag er helemaal niet aankomen als de directeur dat ziet. Kijk, en die hand dan ook weer zo. Je moet altijd, ik moet altijd overal aankomen om dat te voelen. Ja, ik denk dat dat heel menselijk prachtig is. Ja. Even kijken hoor. Ja, dit is het glaswerk van Mieke Pontier. Of Pontier misschien, maar Pontier vind ik wel mooier klinken. Ja, glaswerk vind ik ook altijd wel erg mooi. Want ja, het object zegt me niet zoveel. Maar ik vind het zo knap hoe ze dat voor elkaar krijgen. Puur esthetisch, hè? Ja. Kijk, hoe ze dat, die vormen daar binnenin voor elkaar krijgen, dat vind ik wel heel erg knap. Maar nee, ik heb wel mooier glaswerk gezien eigenlijk. Die vind ik wel mooi. Moet bij mij altijd kleurrijk zijn. Ja, deze vind ik wel mooi. Ik weet niet zo goed. Dit is een schilderij waar je naar blijft kijken. Van, wat zie ik? Hoe interpreteer ik het? Ja, het is heel verhalend. Ja, en weet je, wat is het? Typografie, wat is typografie? Typografie. De mens is dat alles in staat. Is dat een... Zou dit nou hierbij horen? En die, dat wist ik van de week ook niet toen ik ging kijken. De mens is tot alles in staat en anders zou vaarwel. Dat die zijn? Het vogeltje ja, en mensen. Er zit zoveel symboliek in. Dat, ja, dit intrigeert mij enorm, dit schilderij. Ja, je ziet daar die figuren op de kijk, achtergrond. Het is ook, wat ik hier ook wel mooi van vind, is dat je zelf... dat je zelf een verhaal, hè, dat je je eigen beeld kan maken eigenlijk. Ja. Je eigen tekst eromheen. Ja. Typografie zal wel met iets met deze vorm van... En wat is vaarwel? Zou dat dan die zijn? Zou kunnen, het is ook een schip, hè? Dus, nou ja, goed, ik ga dat mijn eigen verhaal daar net op weer. Ja, ik ook wel apart die sleutels. Welke symboliek je daar nou weer van kunt bedenken. Document van heden en verleden. Tja. Het zijn twee verschillende... Heden en verleden. Titels. Ja. Ja, de sleutel, tot weet ik wat in je leven. Ja, en dan, maar goed, dat ze dan twee verschillende kleuren gebruiken. Dit doet een beetje dat sepia-achtige, dat naar oud, maar ik weet niet hoe. En dit ligt allemaal. En wat ik ook dit is ordelijk en dit is. Ja. Wat ik ook wel interessant vind, al die oude sleutels, als ik in mijn koffiepot kijk waar ik ze bewaar, dan heb je ook hele oude sloten. Dit zijn hele oude sleutels. En eigenlijk heeft iedere sleutel ook weer zijn verhaal. Ja, zeker. Ik wil heel graag gaan kijken naar dat schilderij. Vooral nu het zo stil is, van de week was het zo druk. Daar wil ik iets over gaan vertellen. Dat is Evert Pieters. En Evert Pieters, die... woonde vroeger, Cornelie, die woonde vroeger
bij mij, aan de overkant, daar woonde ook Maarten Toonder. Dat is echt een kunstenaarshuis al die tijd geweest. En eerst woonde Evert Pieterster. Ja. Die heeft dat schilderij onder andere ook geschilderd. Meestal schilderde hij in dat huis die oude haardpartij met de boerenmensen uit Blaricum. Interieurtjes, ja. Ja, dat deed hij heel veel. En die open haard die bestaat gelukkig nog. Oh, verder is het huis helemaal verruineerd door de, van de juppies. Ja. Maar hier heeft hij geschilderd in Katwijk. Ja. En nou gaat het verhaal dat hij dat in Katwijk zo geschilderd heeft, hè? Ja. Maar de legende is dat hij in Blaricum een boer heeft getroffen die zijn paard uitleende. Aha. En heeft hij in dat huis bij mij aan de overkant, heeft hij dat gewoon afgemaakt. Hij heeft het natuurlijk in Katwijk gezien en ik weet niet of er toen al foto's waren of schetsen in ieder geval. En dan heeft hij dus daar heeft hij dat afgemaakt. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Een heel leuk verhaal, ja. Omdat ik het hoorde van de week met de, hoe heet zo'n ding ook weer? Ik weet niet wat je bedoelt. Zo'n ding wat je kan luisteren. Wat je dan leent bij een museum. Wat erg is dit, zeg. Ja, nou ja. Waarom zijn we het hier? Heet, kijk, dan moet je hier eventjes zo tikken en dan krijg je het verhaal te horen. Het zal hier misschien ook wel staan. Maar goed, dat vond ik wel heel erg leuk, dat het dan toch bij mij, dat huis aan de overkant, ook zo artistiek geweest is. Dan krijgen we hier, ja, ze zijn allemaal prachtig. Hier, kijk eens even wat een licht. Jacob Maris. Ja, jij weet wat het betekent om het er zo Ach, joh, het is zo mooi. Te krijgen. Het is zo mooi. Kijk, die oude meesters, dat vind ik ook prachtig hoor, maar ik word toch vaak iets meer getriggerd door die moderne kunst, waar je helemaal vanuit je... Ja. Dit is schitterende technieken allemaal. Maar is het dan voor je gevoel meer een afbeelding dan dat het van binnenuit komt? Ja, dit vind ik erg donker. Ja, ze hebben natuurlijk toch allemaal hun eigen manier waarop ze het interpreteren, maar het is wel een voorbeeld. Ja, hè? Absoluut. Ja, het zijn schitterende zalen. Het is een voorrecht om hier te lopen zonder publiek. Ik weet gewoon niet wat ik zie. Je ziet ineens de kleur van die wanden en zo prachtig gedaan. Dit is schitterend, hè. Ja. Dit is de Amsterdamse en de Haagse school. Ja, ja. Is dit. Ja, Anton Mauve vind ik ook echt heel mooi. Ik denk dat dit van Singer zelf is. Die loopt zo het schilderij. Denk ik, ja. Kijk, dit is ook echt Anton Mauve op zijn best. Ik heb ook wel eens zoiets proberen te maken, zo groot, van aquarel. Was ook heel gauw verkocht. Ja? Was ik echt zelf heel blij mee. Heb je die in je fotoboek staan? Ja, ik denk het. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Nou, gaan we nog even naar de Breitnerzaal. Daar blauw en hier dat zachte groen. En hier een beetje, ja, hoe noemen we die kleur? Zalm? Dit is ook een hele mooie van Isaac Israëls. Heel bekend, hè? Ja. Dit is Breitner. Heel donker, hè? Maar deze is zo ontzettend mooi. Dat licht weer en daar. En dan dat hele donkere. Toch, ja, je moet op een bepaalde manier ernaar kijken. En die vind ik ook ongelooflijk. Maar dan zie je hiernaast, een totaal ander werkje van hem. Rustende paarden, ongedateerd, ja, dat is jammer. Want dat zal een andere tijd geweest zijn als die donkere werken. Ik denk vroeger, een vroeger werk. En dan hier ook. Ook van hem. En dat had ik nog nooit zo gezien eigenlijk. Die lichte kleuren. Nee, jij ook niet, hè? Ik ook niet, nee. Nee. Kijk, en die ook. En dat vond ik dan weer... Dat vind ik dan weer zo leuk. Je bent gewend die hele donkere, hè, van de Dam. Ik weet niet of die hier hangt ook. Misschien komen we daar nog wel. Maar dit is toch beeldschoon, hè? En dan zou je niet denken dat het Breitner is. Nee, het is anders. Het is anders. Beetje, ja.
Ik zou bijna zeggen sprookjesachtig. Ja, mooi. Kijk, deze vind ik ook altijd heel mooi. Ook van Breitner. Ja. Beetje hoekige borst. Ja. Deze. Oh, dat is Kees van Dongen. Ook weer een hele andere. Kees van Dongen vind ik ja, heel anders en modern, hè? Ja. Hij is, kijk, dit is in 1956, dus dan zit je al in een hele andere tijd. Ja. Ja. Jeetje, wat is het mooi, hè? Weissenbroeg. Prachtig. Die had ik ook opgeschreven, ja. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat... Ja, alsof het niet scherp is. Ik vind dat heel mooi gedaan. De atmosfeer, hè? Ja. Ja, die hele sfeer daar zo en... Prachtig. En dit is ook Weissenbroeg. Misschien wel hetzelfde huisje, zo te zien, kijk. Hetzelfde punt. Mooi. Mooi. Ja. Ach, deze is ook zo mooi. Isaac Israëls weer. Toch moet je nagaan in 1897. Mm-hmm. En eigenlijk al zo modern gedaan, hè? Absoluut, ja. Mooi, impressionistisch, ja. Kijk. Menso Kamerling Onnes. Ik woonde vroeger op de Kamerling Onnes. Ja, inderdaad, ja. Ja. Goed, nou, ik denk dat we het zo wel en in dezelfde even in vogelvlucht hebben gezien, hè? Ja.